Verantwoording. Ter voorbereiding op het schrijven van dit verkiezingsprogramma zijn er tientallen debatten georganiseerd door afdelingen binnen de P van de A, waarbij leden en niet-leden hun wensen, dromen en ambities voor Europa aan de verkiezingsprogramma-commissie mee konden geven. Ook is er gesproken met talloze maatschappelijke organisaties. Daarnaast kon iedereen via www.watwiljijmetEuropa.nl. Zijn of haar ideeën over de toekomst van de Europese Unie aandragen. In een paar weken tijd dienden honderden mensen hun ideeën en plannen over Europa in, van meer politieke integratie tot het in staatshanden houden van waterbedrijven, en van meer burgerinspraak tot een gemeenschappelijk asielbeleid. Talloze onderwerpen werden genoemd. Na de indienperiode konden mensen stemmen op hun favoriete idee. Daar zijn tien winnaars uit tevoorschijn gekomen. In juni stonden de ideeën van de winnaars en de andere aangedragen ideeën centraal op een grote conferentie, al waar de discussies gevoerd werden met Kamerleden en leden van de verkiezingsprogramma-commissie. In dit programma zijn zoveel mogelijk van de ingediende ideeën opgenomen. Door het programma heen vind je her en der ingediende ideeën in tekstblokjes naast het onderwerp waar ze over gaan. Voor zover bekend staan hier ook de namen van de indieners. In sommige gevallen staan hier ook ideeën die aangedragen zijn tijdens zogeheten canvasacties, buurtenquêtes. De teksten in de tekstblokjes zijn dan ook voor rekening van de indiener van het idee.